Lespresentatie is deel 4 over het hart en in lespresentatie wordt het onderwerp hartfalen besproken. Oh, dat ging één te snel. Nou, wat gaan we doen? Dus een stukje inleiding wat ik eerst ga doen. Vervolgens dan de oorzaken. Niet uitgebreid, we zullen alleen de belangrijkste oorzaken doorpakken. Onderzoeksmethode, behandelingsmethode en als laatste een bijzondere vorm van hartfalen, de astma cardiale. Allereerst een stukje bij de inleiding en dan gaat het over de cardiac output en dan zien we ook wel het hartminuutvolume. En we zien dan dat dat bepaald wordt door slagvolume maal frequentie. En de bepaalde factoren daarbij zijn de preload, oftewel het einddiastolische volume van de linker ventrikel, en het begrip de afterload, en dat is de tijdens de contractie opgebouwde druk in de ventrikelwand. Daarnaast is er ook nog een factor van belang en dat is dan de hartkracht, en dat wordt dan ook wel de inotropie genoemd, oftewel de contractiekracht, en de snelheid van de hartsamentrekking, en dat noemen we de chronotropie. Normaal gesproken zit er ongeveer 100 ml bloed in het linker ventrikel, waarvan dan 70% in de aorta wordt gepompt. In dat geval spreek je van een ejectiefractie van 70%. Indien de ejectiefractie onder de 40% komt, dan spreken we van beschadiging en dilatatie. En dan ziet het er als volgt uit. We zien aan de linkerzijde een ernstig vergroot hart naast een normaal hart. En als je dat op doorsnede bekijkt, dan zie je inderdaad ook dat dat weer terugkomt, dat het hart aan de linkerzijde extreem is uitgezet ten opzichte van het hart aan de rechterzijde en de output is veel minder. Spreken we van het zogenaamde systolische en diastolische hartfalen. Dat zijn begrippen die niet echt heel veel worden gebruikt. Nou, je noemt het een systolisch hartfalen wanneer de symptomen gepaard gaan met een afgenomen linker ventrikel-ejectiefractie tot minder dan 35-40%. Maar is er een normale linker ventrikel-ejectiefractie of redelijke boven de 45%, dan spreken we van diastolisch hartfalen. Ik heb zelf een beetje de voorkeur voor begrippen van links- en rechtsfalen en dat is van oudsher zo gegroeid. Hier zie je de diastolische naast het systolische hartfalen weergegeven in tekeningen. En als je op Engelstalige en Amerikaanse sites gaat kijken, dan vind je deze begrippen wel veelvuldig terug. Hier de oorzaken. Nou, de meest voorkomende oorzaken staan bovenaan. En dat zijn dan de slechte kransslagaders, oftewel coronaire hartziekte en hoge bloeddruk of hypertensie. Hypertensie, dan moet het hart natuurlijk gedurende lange tijd tegen een hoge druk inpompen en moet ook die hoge druk kunnen opbouwen. En inderdaad is dan een logisch gevolg is dat de linker ventrikel dikker wordt. Cardiomyopathie is een groep van ziekten waarbij het hart steeds zieker wordt en van oudsher eigenlijk de indicatie voor een harttransplantatie. Hartklepgebreken, dan moet je vooral denken aan zowel insufficiënties als stenoses, de ritmestoornissen. Ook geneesmiddelen kunnen een vermindering van de hartfunctie of van hartfalen in gang zetten. Kijk even met een schuin oog naar de cytostatica, die inderdaad soms cardiotoxisch zijn. Ook allerlei genotsmiddelen en geneesmiddelen kunnen giftig voor de hartspier zijn, evenals hormonale ziekten en sommige voedingsdeficiënties. Thiamine overigens is het vitamine B1. We zien hier een voorbeeld van een coronaire hartziekte, in dit geval een hartinfarct, en je snapt al dat de pompfunctie van het hart niet ten goede komt. Hier een hypertrofie van de hartspier door hypertensie. En we gaan over naar het stukje onderzoeken en als eerste uiteraard de anamnese. En de dyspneu, oftewel kortademigheid, al dan niet bij inspanning. Soms hoor je het gewoon, zelfs als je met iemand zit te praten, dat het rochelt en reutelt in de borstkas. En dat is dan toch wel een behoorlijk longuitdeem wat er dan is. Moeheid en ook wel toch een beetje suffen overdag, verminderde inspanningstolerantie, nachtelijke klachten in de zin van vaker uit moeten om te plassen. Met name als er een rechtstreekcompensatie is, dan zie je dat het vocht dan in de nacht terugloopt naar de bloedbaan en mensen veel moeten plassen. Bij longedeem zien we trouwens daarnaast ook dat mensen niet plat kunnen liggen, omdat bij plat liggen het vocht zich over de longen verspreidt, in tegenstelling tot de zittende of staande houding, waarbij het vocht in de onderste longdelen blijft zitten.
De toename van het gewicht is puur door het vocht vasthouden, hartkloppingen, een stukje voorgeschiedenis en familieanamnese indien van belang. Lichamelijk onderzoek wordt vaak niet veel gevonden. Soms zien we afwijkingen in de bloeddruk of is er een geruis te horen bij de hartkleppen, dat noem je dan een soefel. Indien er sprake is van linksfalen, ja, dan horen we bij de auscultatie over de longen crepitaties, oftewel het knisperen. En dat wordt altijd vergeleken met het geluid wat je hoort als je met je voeten in de verse sneeuw loopt. Een ictus cordis, oftewel je voelt de hartpunt toch wat verder naar opzij. En snel kortademigheid bij plat liggen. Bij het rechtsfalen daarentegen zien we dat er een stuwing ontstaat in het vena cava gebied, waardoor de lever vergroot wordt, maar ook de centraal veneuze druk, oftewel de CVD, toeneemt en er ook een enkel uitdeem toename in de loop van de dag aanwezig is. Omdat mensen toch vaak kortademig zijn, is onderzoek in liggende houding vaak niet mogelijk en is er dan de voorkeur voor een zittende houding. Hier zien we een verzameldia met allerlei verschijnselen die je kunt waarnemen bij mensen met hartfalen. Voor zo'n dia zeg ik altijd van, nou, zet even de presentatie stil en bestudeer het op gemak. De New York Heart Association heeft een klassificatie gemaakt op basis waarvan je de ernst van het hartfalen kunt indelen. En dat loopt van 1 tot en met 4. Bij de klassificatie 1 zijn er geen klachten, eigenlijk is het dan over. 2. Klachten tijdens een forse inspanning, dus bijvoorbeeld meerdere trappen oplopen of fietsen met tegenwind. 3. Klachten tijdens een matige inspanning, 1 trap omhoog. Of 4. Klachten tijdens lichte inspanning of in rust. En het kan zijn bijvoorbeeld al het omdraaien in bed. De vervolgonderzoeken dan. In eerste instantie de röntgenfoto, waarbij er gekeken wordt naar de kort-thorax-ratio, bloedonderzoek op het atriaal natriuretisch hormoon, ECG, echocardiografie en de ejectiefractiemeting. Hier zien we een voorbeeld van de kort-thorax-ratio. Normaal gesproken is de breedte van de hartfiguur niet groter dan de helft van de totale thoraxbreedte. Indien het wel geval is, dan is er sprake van hartfalen. Het atriaal natriuretisch hormoon is iets wat vrijgegeven wordt ook bij het hartfalen. En we zien dat de hoeveelheid ervan in het bloed correspondeert ook met het stadium volgens de New York Heart Association, zoals je eronder ziet staan. Een ejectiefractiemeting, dan wordt er dus echt bepaald van hoeveel procent van de hartinhoud er per slag uitgepompt wordt, is een radionuclidenonderzoek en ja, is eigenlijk wel een van de meest specifieke onderzoeken die gedaan kan worden bij het hartfalen. Er komen dan dit soort plaatjes uit die dan weergeven hoeveel de ejectiefractie is in totaal. Een andere factor is de bepaling van de centraal veneuze druk. Dat is niet zo high-tech. Je ziet bij deze foto van die meneer een pijl staan bij de vena jugularis. Nou, die is normaal gesproken natuurlijk niet zo zichtbaar bij mensen. Kan wel zo zijn dat als er sprake is van het rechter hartfalen, dat er wel stuwing is. En dan kun je met een veneuze boog de zogenaamde centraal veneuze druk meten. Behandeling van het hartfalen, in eerste instantie zoutarm dieet, waardoor je dus minder vocht gaat vasthouden. Als dat niet voldoet, dan diuretica, oftewel plasmedicatie. Een andere optie is digitalis, oftewel het vingerhoedskruid, wat een hartkrachtversterkende werking heeft. Vaatverwijders en wat meer naar de eindstadia toe, dan een biventriculaire pacemaker en eventueel een harttransplantatie. Waarbij je moet opmerken dat het merendeel van de mensen natuurlijk niet in aanraking komt of in aanmerking komt voor een harttransplantatie, gezien de ernst van het lichamelijk lijden en de leeftijd waarop ze zich bevinden. Hier zien we een schema van wat te doen bij hartfalen en ejectiefractie onder de 40%. Nou, dan diureticum, een ACE-remmer en een beta-blokker. En stap 2, als dat nog niet werkt, dan zien we ook dat er een aldosteron-antagonist of een angiotensine-receptorblokker bij moet komen. Als dat dan nog niet is, dan zal er ook digoxine of nitraten bij moeten worden gegeven.
En hier zie je dat wonderlijke plantje wat in veel tuinen, maar ook in het wild in Nederland groeit. Het zogenaamde vingerhoedskruid, wat al van oudsher bekend was dat het een positief effect heeft op de hartkracht. Als laatste nemen we nog even een aperte noodsituatie door. En dat is het acute linkerhartfalen, oftewel astma cardiale. Hierbij lopen de longen als het ware helemaal vol met vocht en krijg je dus te maken met meestal een nachtelijk zeer benauwde patiënt. En het enige wat dan helpt zijn hoge doseringen Lasix-diuretica en vochtafdrijving. En we zien dan dat deze mensen gewoon onder invloed van de vochtafdrijving enorm kunnen opknappen. Je moet je wel realiseren natuurlijk dat dit mensen zijn met een ernstig ziek hart en dat dit ook wellicht terugkomt en ja, dat toch de prognose niet al te best is bij deze situatie.